We zijn hier op landgoed Baarst, dat door de monnik is gesticht. Op een steenworp afstand van Eindhoven en Tilburg ook. Als men vroeger een kerk bouwde, al dan niet met wichelroede naar een bijzondere plek ging waar een bijzondere energie, spirituele dimensie, aura aanwezig is. En om daar een gebedshuis te bouwen, dat was natuurlijk een heel mooi verbond. En dan is het dus heel weldadig dat je ineens 9 jaar geleden hier mag komen wonen en werken. En ik verbind het meteen met het feit waarom ik vaak hier zo ontroerd ben van het natuurschoon. De akkers zijn helemaal met bloemen ingezaaid. Die staan in de lente al zo hoog. Dan maak ik daar paden doorheen. Dan loop ik doorheen. En dan is het bijna een tripervaring. Ik heb nooit getript, maar dit moet een beetje tripervaring zijn volgens mij. Want het geluid van de bijen, de geur van de vlinders en de bijen, het gezoem. Daar loop je dan op ooghoogte doorheen. Door die paden die ik heb gecreëerd. Ja, dat is onvergetelijk. Dit is mijn schildersatelier in deze stal. Stal van 1780. Ik heb eigenlijk 2 ateliers. Dit is mijn atelier waar ik dus mijn olieverf schilderijen maak. Maar de andere helft van mijn activiteiten zijn glas- en loodramen maken en vrij glaswerk. En dat doe ik in een glas- en loodatelier met heel veel mensen bijeen. Dus dat is teamwork. En dit is solistische arbeid. Dus een hele mooie harmonie van 2 activiteiten. Het samenwerken en het bouwen aan licht in glas. En het alleen schilderen en het bouwen aan licht op doek. Toen ik dus mijn intrek hier nam in het atelier 9 jaar geleden, heb ik ook warmtepanelen aan laten leggen en een hele grote verlichting. En na een maand dacht ik, wat is niet goed? Wat werkt nu niet goed? Ik dacht, er is veel te veel staal. Er is te veel techniek in mijn atelier. Eruit. Ik heb het allemaal weg laten halen en ik dacht, ik wil gewoon nog staan alleen maar met het daglicht schilderen. Ik heb 2 plekken gecreëerd bij de staldeuren die natuurlijk openstaan om het schilderij te kunnen maken in het licht. En ik sta hier of ik sta daar. Ik heb wel met de rug naar de schoonheid van de natuur toe. Maar het is natuurlijk steeds omdraaien, draaien, omdraaien. En dat inhaleer ik als het ware en neem ik mee als ik hier sta te schilderen. Dus het is een soort van ophalen, inademen van het natuurschoon en van de sfeer. Als je de pose als kunstenaar aanneemt, dan betekent dat je ineens zogenaamd heel belangrijk bent en dat wat jij doet het verschil maakt. Maar Vermeer of de kathedralenbouwer voelde niet echt een verschil tot de andere schilder of metselaar of tegelzetter. Ik voel me eigenlijk ook als een tuinman. Ik ben ook een tuinier. Ik ben wel een olieverfschilder, maar het is een vorm van tuinieren. Ik creëer, ik orden en ik probeer een harmonie te creëren die ik distilleer uit de natuur. Dat is gewoon arbeid, dat is gewoon tuinieren. Dat is gewoon in alle nederigheid gewoon je best doen en met vallen opstaan, de schilderijen maken, weer vernietigen, weer opnieuw. Dus het gaat veel meer om dat in het leven wat jou gegund is en het ambacht wat jou geschonken is, waarin je getalenteerd bent, daarin doe jij naar vermogen, in zorg en aandacht goed. Ik heb een paar met de Prix de Rome gewonnen en toen kon je ineens uit de anonimiteit van Tilburg kon je ineens in een discours in Amsterdam komen. Ik had een paar met Barbara Farber, Miami, Parijs, Brussel, alle beurzen afgegaan. Maar goed, via Barbara Farber kwam ik ook bij Galerie Stux in New York en Galerie Templon in Parijs. En het kon allemaal niet op, maar ik kon niet tegen die jet-set-sfeer en die wereld waarin het allemaal ging om posen en geld en niet om de intrinsieke waarde van een soort van Vrochiaanse topografie uit Brabant meegenomen, mag je in Parijs in een topniveau exposeren. Dus wij gingen terug. Volgende dag natuurlijk een woedende galeriehouder op het antwoordapparaat. Hoe de hel dacht ik wel niet dat ik was. Ook in New York, bij Galerie Stux, ben ik ook weggelopen. En toen dacht ik, het hoeft ook helemaal niet. Ik ben tevreden in Tilburg. Ik wil hier blijven. En als het werk echt goed wordt, dan komt het wel een keer over de grens. Maar het is zinloos om het nu een strategie op te zetten om het werk over de grens te maken. Ik wil een soort van anti-globalisering positie innemen als schilder. Ik heb hier nog veel te veel lieve mensen in Tilburg en omstreken die ik ken en die graag een doek willen. Dat is het fundament. En als je dat verlaat al, ten koste van een ongeduldige
bijna haasklus willen worden om in het buitenland te schitteren. Dat heeft niks met schilderen, met natuur, met aandacht, met contemplatie te maken. En dan ben je de geuzenbegrippen die ik omarm, religietraditie, ambacht. Dat wordt dan een flauwekulletje. Je doet een stap. En dat is de grote Prins Klaus. Doet de stap op het podium, stapt ook zo, doet zijn stropdas af, gooit zijn stropdas weg. Altijd kunnen we het verschil maken, het gebaar maken. Terug naar je eigen roots, terug naar de waarachtige spiritualiteit, naar de oefening. En kun je gaan goed doen, kun je gaan delen, kun je gaan schenken. En kun je denken van, ik moet hier blijven, ik hoef die grens niet over te stappen. Er is gewoon heel veel werk te doen op de plek zelf waar je je toe verhoudt. En dat is Landgoed Baast in Brabant op dit moment. Dat zal het altijd blijven.